Lieve gemeente, kunst trekt de werkelijkheid scheef. Tijdens twee concerten de afgelopen dagen hier in de Kloosterkerk bleek dat maar weer eens. Het draaide hier om Bach en Escher. Twee kunstenaars die de werkelijkheid scheef trokken in de muziek en in de grafische kunst. Ze bouwden voort op vertrouwde patronen, maar bleven niet steken in het kopiëren van hun voorgangers. Maar zij slaagden erin die vertrouwde patronen zo weer scheef te trekken, dat ze daarmee nieuwe vergezichten openden. En wat voor de kunst geldt, geldt ook voor het Bijbelse verhaal. De betekenis ervan ligt niet in de vraag of iets ooit echt zo gebeurd of gezegd is of niet. Maar de betekenis ligt in de vraag: laat het ons iets zien wat we nog niet zagen. Doet het iets met ons? Worden we erdoor geraakt? Ja, misschien wel door veranderd. Voor even of voor je leven. En daarom vertelt Jezus voortdurend verhalen. En daarom is zijn eigen leven ook een verhaal geworden. Niet opgetekend om weer te geven wat er ooit is gebeurd. Niet om de werkelijkheid nog eens dunnetjes over te doen en te kopiëren. Dan zouden we namelijk het allemaal al lang weten. Het hele leven, die hele wereld, leeft immers van een herhaling van zetten. We zongen erover zojuist. Zie uw mensheid hier beneden wat zij leidt en duldt en draagt. Het is altijd hetzelfde liedje. Het is altijd hetzelfde verhaal. En wie weet kun je dat ook over je eigen leven zeggen. Dat het toch vaak ongeveer hetzelfde verhaal is. En misschien ben je er wel blij en tevreden mee. Of het is tot je ergernis. Omdat je jezelf weer tegenkomt als je weer in je oude patroon valt. Of je verrast jezelf. Je zegt iets en je denkt: het lijkt wel of ik mijn eigen vader of moeder hoor spreken. En nu is daar Jezus met een verhaal dat onze werkelijkheid niet bevestigt, maar onze werkelijkheid scheef trekt. En de clou ervan wordt in de eerste zin gelijk prijsgegeven. Het gaat over bidden. Altijd maar bidden. En over volhouden. En je zou er spontaan en vroom van in de houding schieten, handzamen, oog dicht en je wensenlijstje voor onze lieve Heer op tafel. Maar dan volgt dat verhaal nog, die parabel waarin juist die religieuze werkelijkheid, misschien is het ook wel de onze, wordt scheef getrokken. Het gaat er immers helemaal niet zo vroom aan toe, maar nogal ongepolijst. En die ongepolijstheid komt op konto van een vrouw. Eén die niet met zich laat sollen. Die zich niet laat afschepen, maar doorzet omdat ze haar recht wil halen. Haar houding doet me denken aan een gedicht waarvan ik de afgelopen week een paar regels in de krant tegenkwam. Het is een gedicht van Albert Verwij. En de overlevering vertelt dat het tot de lievelingsgedichten van Joop den Uyl behoorde. Zijn naam, die van Joop den Uyl, is de afgelopen dagen weer regelmatig gevallen, bijna onvermijdelijk natuurlijk bij alle terugblikken op het leven van Dries van Acht. Vrienden waren ze niet, eerder tegenpolen. Maar ze kleurden een politiek tijdperk met hun eigen stijl en charisma. En zeker niet minder met hun vasthoudendheid om hun doelen te verwezenlijken. En nu las ik dat gedicht van Verwij en ik moest onmiddellijk denken aan die vrouw over wie Jezus het heeft.
Kijk, in de misschien toch nogal mannelijk gekleurde uitleggeschiedenis is die parabel het verhaal van de onrechtvaardige rechter gaan heten. Maar je zou het natuurlijk even goed het verhaal van de volhardende vrouw kunnen noemen. Van die ene die haar man verloren heeft, nu in de sores zit, maar zich niet uit het veld laat slaan tot haar recht wordt gedaan. Verwij dicht, en ik hoor haar erin, wie is zo sterk dat hij de chaos temt? Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen? Niet wij, maar juist daarom voelen wij ons voorbestemd tot rustloos pogen. Gij en wij samen, wij moeten doen, niet overwijs, niet overkoen, naar ons vermogen. Wie waarlijk leeft, heeft in zijn hart een onvernietigbare veer, een stille kracht die iedere weerstand tart. Noem ons haar naam, spreek uit en leer wat sterker is dan ramp en smart. Geen leer, geen naam, alleen de wil te sterker te zijn dan leed en tijd. Aanvaard uw taak, volvoer haar stil. Heb lief en hoop en wees bereid. Misschien voelt u ook wel iets van de verwantschap van deze woorden met die vrouw over wie Jezus het heeft. Haar rustloos pogen. Haar wil om sterker te zijn dan leed en tijd. Die onvernietigbare veer, een stille kracht. En waarin zit hem nu die kracht van haar? Nu ja, allereerst in het feit dat ze naar de rechter stapt om recht gedaan te krijgen. En ze doet dat niet vanuit de sterkte, maar uit een zwakke positie. Haar man is dood. En we weten dat in Jezus' dagen dat niet alleen verdriet en rouw betekent, maar ook een enorme terugval in haar maatschappelijke positie. Niet zomaar spreekt de Bijbel altijd in één adem over vreemdeling, wees en weduwe. En de Bijbel spreekt er niet over omdat iedereen dat doet, maar juist omdat niemand dat doet. Het zijn de mensen zonder macht, zonder recht, zonder stem. Nu ja, helemaal zonder stem is deze vrouw niet. En daarin zit ook haar kracht. Haar komt misschien geen stem toe, maar ze verheft hem wel, die stem. En zo gaat ze verhaal halen bij de rechter. Als luisteraar weten we al bij wat voor types het terecht komt. Dat belooft weinig goeds. Hij heeft geen ontzag voor God en heeft lak aan de mensen en hun zorgen. Je zou kunnen zeggen dat is in ieder geval consistent. Want bijbels gesproken kun je immers niet God liefhebben en dan je naaste niet zien staan. Maar je vraagt je af, waarom is hij zo? Is hij lui? Is hij laks? Is hij onverschillig? Ik moest denken aan die Amerikaanse rechter. Van de week was het even in het nieuws. Die op moest stappen. Ze zat een proces voor, maar ze vond het allemaal maar saai gedoe en stuurde tijdens het proces 500 appjes die gingen over het uiterlijk van de mensen in de rechtszaal. En stak daarbij haar vooringenomenheid niet onder stoelen of banken. Zij stapte op. Maar in het verhaal blijft de rechter zitten. Niet van zins om er iets te betekenen voor deze vrouw. En hij houdt het lang vol, zegt het verhaal. Maar toch niet zo lang als die vrouw. Zij laat zich niet afschepen.
En daarmee trekt zij de werkelijkheid scheef. Want we weten ook wel dat het niet zo moeilijk is om aan iets te beginnen. Je hebt een plan. Misschien had je in januari goede voornemens. Je denkt er misschien aan om straks in de 40 dagen tijd, die binnenkort begint, iets te veranderen in je dagelijks patroon. Je wilt iets, maar dan komt het er ook op aan. Het gaat in onze tijd vaak over onze passies. Je begint aan iets omdat je er een passie voor hebt. En dat is natuurlijk prachtig. Zonder lukt het ook niet. Maar, en dat is wel eens onderzocht, of iets echt gaat lukken, dat ligt er uiteindelijk niet aan of je genoeg passie voor iets hebt, maar of je kunt doorzetten. Ook tegen de stroom in. Want de bewondering voor deze vrouw, die ergens aan begint en volhoudt, kan ook zomaar omslaan in het tegendeel. Er is door de tijd heen weliswaar veel ten goede veranderd in de maatschappelijke positie van wie weduwe is geworden. Maar er is nog wel heel veel te winnen als het gaat om vrouwen die doorzetten, die opkomen voor hun recht, die zich niet laten wegzetten. Want nog altijd heerst dat frame. Mannen tonen lef, vrouwen zeuren. Mannen zijn ambitieus, vrouwen verwaarlozen hun gezin. Gehaaide mannen dwingen bewondering af. Assertieve vrouwen worden heks genoemd. Niet toevallig noemt die rechter man deze vrouw ook lastig. Het is een dwaze moeder. Het is een drammer. Het is een blok aan zijn been, een irritante volhouder. En dan zegt Jezus, maar zij staat model voor wat bidden is. En daarin trekt Jezus de werkelijkheid van wat wij vaak bidden vinden nogal scheef. Hier vindt het niet plaats in de kerk. Het zijn hier niet alleen maar mooie woorden. En het is zeker niet alleen maar vroom. Bidden voor deze vrouw is voortdurend aanklop bij de eeuwige. Het is de hemel lastigvallen. Het is de hemel gek maken. Het is blijven roepen. Het is niks terugkijken en toch doorzetten. Het is één doorgaande schreeuw om recht. Het is eerder een levenshouding dan een levenshandeling. Meer een staat van zijn dan een religieus ritueel. Het is rustloos pogen. Het is een kracht die iedere weerstand tart, zegt Verwij. Dat is de kracht van deze vrouw. En als die onwillige rechter die er helemaal geen zin in heeft, als die dan uiteindelijk overstag gaat in dat verhaal, doet hij dat niet omdat hij inziet dat een vrouw het recht aan haar kant heeft, maar simpelweg omdat, zoals hij zegt, zij mij last bezorgt. Hij is bang dat ze hem in zijn gezicht slaat. En je zou denken, nu zal Jezus die man, die rechter die niet wil, onrechtvaardig, nu zal Jezus die man wel afserveren. Maar dan trekt het opnieuw weer scheef. Dan zegt Jezus over die rechter, hoor wat hij zegt. Dat moeten we dan wel goed verstaan. Het gaat Jezus hier niet om de intentie van de rechter waarmee hij dingen doet. Het gaat om de uitkomst voor deze vrouw. En als haar eindelijk recht wordt verschaft door die onwillige man, zegt Jezus, hoeveel te meer zal dan God zelf niet instaan voor het recht van wie tot hem roept? Zal hij niet
onmiddellijk recht verschaffen. Dat is de clue van het verhaal. En dat is natuurlijk prachtig. Dat God luistert naar de mensen, de vreemdeling, de wees en de weduwe voorop. Maar de vraag is, geloven wij dat zelf ook? En met die vraag eindigt dit verhaal. Is er bij ons een zweem van vertrouwen dat ons bidden de werkelijkheid scheef trekt? En dat we daarom ook blijven volhouden als die vrouw. En het recht en de vrede en de liefde, nu al die dingen waarnaar de wereld zo intens verlangt, dat we die altijd weer in het centrum van de aandacht zetten en niet versagen. Dat we God aan zijn woord houden. Niet om vervolgens achterover te leunen, maar om dan zelf ook bij dat woord te blijven. Doof de geest niet uit, zegt Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen. Doof de geest niet uit, bid onophoudelijk, streef altijd naar het goede. En nu we avondmaal vieren, kun je eraan toevoegen, laat je voeden aan de tafel. Oefen erin wat het is om te ontvangen. Leer te delen. Dat is een zaak van lange adem, vertelt de parabel. Een lange adem om het uit te houden, om het bij de eeuwige te houden. En dat kan als wij leven met de verwachting dat de eeuwige het bij ons houdt. In de woorden van Albert Verwij, heb lief en hoop en wees bereid. Amen.